Van Argos nu naar de Rijken, is dat een stap terug? Nou, voor mezelf is het denk ik een stap vooruit. Ik heb 2 jaar lang eigenlijk voor anderen moeten rijden. En nu kan ik mijn eigen kans weer gaan. Is dat een soort van kopmanrol die je bij de Rijke Schenks krijgt? Ik hoop dat ik wel de kopmanrol krijg. Ik vind de druk altijd wel fijn. En ik denk dat ik daar het beste kan gaan presteren. Waar liggen je doelen dan in dit seizoen? Ronde van Drenthe is een van mijn belangrijkste doelen. En het rood en het blauw heb ik al ooit aangehad. En dat zou ik nog wel heel graag willen. Ja, als je dan kijkt naar de ploeg van de Rijke Schenks, dan zie je ervaren renners. Jij zit erbij, Kai Reus, Koen van Melsvoort, jonge talenten. Het is eigenlijk wel een ploeg waarmee het eigenlijk alle kanten op kan. Ja, ik denk dat er wel eens heel veel mensen kunnen gaan verrassen. En ja, het zijn net zoals Koen toch al jongens die heel veel talent hebben. En ja, die kunnen zomaar weer eens doorschieten. In wat voor opzicht? Grote koers winnen. Ik denk dat we onszelf niet moeten onderschatten. Ook niet voor kampioenschappen en voor 1.1 wedstrijden in Nederland en België. Ik denk dat we daar gewoon heel goed mee kunnen winnen. Dit seizoen is eigenlijk ook een seizoen op weg naar hogere ambities. De sponsor Leen de Rijke handhaaft zijn doelstelling om in 2015 met een ploeg te rijden op de Champs-Élysées en de Tour de France. Legt dat een druk op jullie? Nou ja, het is natuurlijk wel, we willen heel graag presteren, we willen zelf ook hoger op. En ik denk dat we met dit begeleidingsteam en met de spons die we nu hebben, zouden we misschien die stap kunnen gaan maken. En ik denk, doordat wij gaan presteren, dan is voor ons natuurlijk het belangrijkste. En dan is voor de spons ook interessant natuurlijk. Is het realistisch? Ik denk het wel.